Nou, ik dacht vandaag, ik doe mijn haar los, want dan word ik misschien opgenomen in de kudde. Ik ben vandaag schaapherder. Hoe kom je erop om zoiets te gaan doen? Ja, ik ben ermee opgegroeid. Mijn vader was vroeger schaapherder. Zoals je ziet heb ik hier 3 honden omheen liggen die eigenlijk alles voor mij bij elkaar houden. En uiteindelijk is dat mijn grootste passie geweest. Ja. Waardoor ik eigenlijk op mijn 18e schaapherder ben geworden. En daar ook bij de liefde voor de schapen heb gekregen en voor het natuuronderhoud. Ja, dit is knuffelschaap. Deze neem ik dus mee naar huis straks. Als je zou willen, zou je er alsnog zo terug aan kunnen liggen, denk ik. Ja, denk je? Ja. Zullen we eens proberen? Dat ligt echt heerlijk. Oh. Waarom is dat nou zo belangrijk dat zo'n groep schapen hier gras staat te eten? Waarom is het een beroep? In de jaren 70 à 80 hebben ze naar het oorspronkelijke Beekdalgebied teruggebracht. Mm-hmm. Waardoor het eigenlijk niet met grote machines te bewerken is. Ze verstoren dan heel erg de bodem. En de andere kracht van de schapen is ze verschalen uiteindelijk het hele terrein. En door de verschraling krijg je uiteindelijk weer heel veel mooie planten en dergelijke weer terug die hier oorspronkelijk ook stonden. Hey, en naast dit hoeden, wat doet de schaapherder nog meer? Overdag loop ik dagelijks eigenlijk constant rondjes door mijn kudde heen, zodat ik eigenlijk overdag alle schapen een keer gezien heb, mm-hmm. zodat er niks aan de hand is. Ik heb mijn honden hier omheen liggen. Die moeten getraind worden in het werk, ook om de schapen goed bij elkaar te houden en goed naar mij te luisteren. Je ziet dat hier alles al geschoren is, alleen we gaan zo meteen nog weer terug naar de stal. En daar hebben we nog een schaap voor jou klaarstaan die je mag gaan scheren. Moet ik een schaap gaan scheren? Jij mag een schaap gaan scheren. Huh? En als ik er dan inscheer? Nee, dat komt helemaal goed. Is die ram enorme ballen, hè? Ja, dat zou je graag niet willen hebben, nee. Nee. Zullen we eens eventjes, want ik zie de kudde loopt helemaal uit elkaar. Ja. Zullen ze eens bij elkaar gaan fluiten? Kijk dan! Rennen ze er helemaal omheen? Om het mij het werk zelf makkelijk te maken, train ik ze ook allemaal weer met verschillende commando's. Zo heb ik hier een hond die Engels is, Nederlands is en Italiaans. Ferni, Tera. Dit is Kenzo. Dat is mijn, zo te horen, ook mijn Italiaanse hond. Ja. Hi, Robert. Hi, Robbie. Sinestra, Tera. Tera, ja. Come by. Ja, als je jou niet zou kennen, dan zou je denken dat je een beetje een halve garen bent, of niet? Ja, een beetje een drietalige schizofreen bent. Van alles naar beneden door elkaar heen door lopen lullen. Het is weer klaar voor vandaag. We gaan ze weer terug naar huis brengen. Goed zo. Is dit nou het leukste stukje van jouw dag, dat je echt daadwerkelijk gaat hoeden? Nou, iedereen heeft wel eens een keer dat hij geen zin heeft aan het werk te gaan. Ja. Als ik uiteindelijk het hek los heb en ik loop met mijn schapen het zandpad op richting dit natuurgebied, dan begint mijn dag gewoon weer heerlijk. En dat maakt me eigenlijk ook niet uit of het regent of als de zon schijnt. Gewoon weet ik weer dat ik de hele dag lekker met mijn schaapjes op pad ben. Ja, goed. Zoals we net eigenlijk achteraan de kudde liepen, lopen we nou even vooraan. Zodat wij zorgen dat de schapen veilig de weg overgaan. Jij moet zometeen, mag je voorop de kudde lopen. Even verderop hebben we een klein bruggetje, een spoorbruggetje. Als je daaronder doorgaat, is ongeveer 100 meter verder aan de rechterkant een weiland, het weiland waar we de schapen weer terug gaan zetten. Oh, hier moet ze in. Ze weten het zelf beter dan ik. Ik liep zelf verkeerd, maar de schapen liepen goed. Zo, jongens. Ja. Dag jongens. Zo, daar staan ze. Ze staan weer in een avondweide. Dan gaan we naar de stal. Nemen we de hondjes weer mee, dan gaan we die kant op. Schitterend. Hier volgen. Ik ga nu een schaap scheren. En die schapen, die moeten eerst uit de weide gehaald worden. Toch? Ja. Ja. Dus dat gaan we doen. Dat gaan we nou doen. Ik ben eerst niet bang voor schapen, hoor. Nou is zover. Daar zit hij dan. Zit hij dan? Ja. Het schaap. Oh, over de rug heen zo. Hier komt het poepgedeelte. Ja. Ik vind dat je niks hebt gedaan voor de eerste keer. Ja? Zeker. Hé, Roy? Het is kaal. Die ziet er weer netjes uit. Die kan de zomer weer tegemoet. Ik herken mijn moeder niet meer. Dit hou je over. Dit hou je gewoon over als je zegt wat ik wil. Ik ben heel dag schaapherder geweest. Als schaapherder, het is heel duidelijk dat je heel veel affiniteit met natuur moet hebben. Je moet heel veel weten van planten en schapen, dat weet je, dat heb ik gezien. Die honden van jou, die moet je natuurlijk ook aan kunnen sturen, maar wij luisteren ze niet. Heel sociaal vaardig zijn. En vooral geen 9-tot-5 mentaliteit. Nou gaan we iets heel leuks doen, want het geschoren schaap
die door mij geschoren is, die ga ik nu vrijlaten. Oh, kijk dan. Mama, wasje.